Welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. U weet het, een programma van het ministerie van Volksgezondheid, waarin u op de hoogte wordt gehouden over het reilen en zeilen met betrekking tot het coronavirus. Van mijn kant, het is 5 januari, alsnog een gelukkig nieuwjaar. Ik wens u het allerbeste toe in dit nieuwjaar. Ons zorgstelsel is opnieuw in paraatheid gebracht om de nieuwe COVID-19-golf waarin we nu zitten het hoofd te kunnen bieden. Zo is de isolatiecapaciteit meer dan verdubbeld. Mochten er in de nasleep van de afgelopen feestdagen toch veel meer nieuwe besmettingen bijkomen. Minister Amar Ramadhin gaat hier omstandig op in. Qua infrastructuur en capaciteiten van onze zorginstellingen, moet ik zeggen dat het elke dag een puzzelwerk is om het aantal welke besmettingen binnenkomen te verdelen. Personen worden eigenlijk geplaatst op basis van hun klinische symptomen. Als er personen milde klachten hebben, etcetera, gaan ze gewoon in een isolatiefaciliteit. Maar mensen met onderliggend lijden, waarbij bijvoorbeeld er ook nog sprake is van kortademigheid of diabetes of hoge bloeddruk, welke ontregeld is, die mensen moeten inderdaad naar het ziekenhuis gaan. Die mensen hebben zorg nodig en behandeling nodig. Dus het blijft elke keer voor de specialisten, want er is een team dat eigenlijk alle personen beoordeelt. En op basis van die beoordeling dan de shift maakt van oké, u gaat naar Wanica of u gaat naar de isolatiefaciliteit of u gaat naar Slaans Hospitaal. Zo zijn er dus verschillende mogelijkheden die, en tools die de internisten hebben en de specialisten. Maar ik kreeg rapportage, feedback en het is een vrij cruciale situatie, omdat het elke dag wel, dus je hebt dan een overzicht van hey, vandaag gaan 70 mensen naar huis, want die mensen zijn al 7 dagen daar in het ziekenhuis, hebben geen klachten, maar wel weer 80 besmettingen. Dus dan moet je 10 extra plekken gaan zoeken. Het is een algemeen beeld wat ik probeer te schetsen, het is niet zo makkelijk, maar er is dus goed overleg nodig. En we hebben de vorige week op een kantoor een heel goede overlegmoment gehad met alle ziekenhuisdirecties, de specialisten, mensen van het outbreak management team. En we hebben goede afspraken gemaakt. En een van mijn voorwaarden die ik heb gesteld is dat de onderlinge communicatie tussen zorginstellingen moet verbeteren. We gaan niet onderkennen dat er wat spanningen waren, althans onduidelijkheden gaf reus in die communicatie. Uiteindelijk leidt de zorg eronder, maar ook het verdelen van onze en het beschikbaar stellen van onze human resources. Dat is ook belangrijk, want je moet weten hoeveel personeel je hebt. Kan je die faciliteit draaiende houden? En van waar zou je moeten mobiliseren als je een tekort zou hebben aan want ook onze zorgpersoneel raakt besmet. Niet in die instellingen, want ze nemen daar de maatregelen in acht. Maar er zijn ook mensen, ze bewegen zich ook onder de samenleving, tussen de mensen, dus ook daar. Maar we hebben dus de situatie vooralsnog onder controle, maar het is wel een zorgpunt en bezorgdheid heb ik reeds geuit, dat we niet ver zijn van het punt waar we onze reguliere zorg zullen moeten gaan afschalen, mocht blijken dat de druk van COVID te zwaar wordt op de infrastructuur. In deze aflevering belichten wij ook het werk van arbeidsinspecteurs. De Veiligheidswet stelt deze arbeidsinspecteurs in de gelegenheid om op elk moment veiligheidschecks te doen. En met de COVID-19-situatie zijn deze controles alleen maar strenger geworden. Dit verklaart volgens arbeidsminister Reshma Kool Diep Singh de aanwezigheid van de dienst arbeidsinspectie. Het spreekt dus voor zich dat bij afwijking van de COVID-19-protocollen sancties erop staan. Nu met COVID is het veel strenger. We zijn nu ook onze bevoegdheden aan het uitbreiden, maar toen hadden we geen COVID. En nu hebben we COVID. Dus arbeidsinspectie moet nu zijn bevoegdheden, zijn taken helemaal gaan uitbreiden. Dus dat ben ik nu aan het uitwerken. Ik heb gisteren met het team gezeten. En dat zijn we nu aan het uitwerken, dat wij ook extra op zaken gaan letten en boetes gaan opleggen. Want nu, als je geen mondkap hebt, is de boete 150 SLD. Dus op dat soort zaken moeten we sowieso letten. Je wilt altijd dat een bedrijf en dat mensen veilig kunnen werken in een bedrijf. Als dat niet het geval is, dan zal het ministerie van Arbeid ook falen. En dat willen wij natuurlijk niet. Ik ben natuurlijk hier om het ministerie naar grote hoogtes te brengen. En natuurlijk, arbeidsinspectie heeft nu een hele belangrijke rol. Ik moet u direct erbij vertellen, is dat wij vanaf mijn aantreden, dat wij al 400 inspecties hebben gedaan. En
terwijl dat vroeger misschien niet gebeurde. En in de afgelopen 2 weken met het clusterteam hebben wij al meer dan 100 inspecties gedaan. Om te zien dat het wel werkt. Arbeid heeft ook een rol bij COVID. En dat gaat naarmate de bevoegdheden van het ministerie. Het ministerie van Arbeid heeft arbeidsinspectie. En arbeidsinspectie houdt zich ook bezig met de veiligheid. En vanwege de veiligheidswet zijn wij ook, hebben wij de bevoegdheid om bedrijven binnen te stappen. Om inspecties te doen, om te gaan kijken van houden ze zich wel aan de veiligheidsmaatregelen. En COVID is nou een van de zaken waar veiligheid een belangrijke rol speelt. Het heeft te maken met mensen hun levens. En vandaaruit dat de arbeidsinspectie deel uitmaakt van het clusterteam. En dat we van daaruit trekken en samen op stap gaan om inspecties uit te voeren. Onze minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vindt dat gezien de latente houding die sommige ondernemers en bedrijfsleiders tentoonstellen, de boetes best wel verhoogd mogen worden. Je niet houden aan de regels is in deze COVID-19 situatie spelen met de gezondheid van anderen en van jezelf. Je krijgt een boete. Voor nu is het 500. Ik ga u zeggen, we gaan het sowieso opschroeven. Want 500 is geen boete, vind ik. En ja, mensen betalen het zo en ze denken, oké, ik betaal het en ik ga morgen weer open. Nee, dat gaan we nu niet doen. We gaan het allemaal opschroeven. En gelooft u me, het wordt een behoorlijk bedrag. Ik wil zelfs ervoor gaan pleiten dat wij de bevoegdheid krijgen om vergunningen in te trekken. Vanwege onveilige situaties voor mensen. En dat we voor langere perioden ook intrekken. Als u de persconferentie heeft beluisterd, dan gaat u zien dat ik heb gezegd dat we voor bijna 6 maanden de vergunningen willen intrekken. En het belangrijke is dat we gaan voor name-shaming. Want als mensen zich niet eraan houden, dan gaan we gewoon de namen bekendmaken van dit bedrijf houdt zich niet eraan. En het is gewoon dat de vergunningen voor 6 maanden zijn ingetrokken. Weet u, we moeten nu gewoon eerlijk naar elkaar toe zijn dat we geen corrupte regering zijn, maar dat we wel willen dat alles op een professionele manier gebeurt. We zijn zo gewend geraakt dat alles vanzelfsprekend is, maar dat moet het nu niet zijn. We moeten volgens de regels gaan werken en de regels heeft men jarenlang aan hun laars gelapt. En nu wanneer wij met de regels komen, ik weet dat het nieuw is voor de ondernemers, ik weet dat het nieuw is voor de mensen, daarom komen we ook met heel veel voorlichting. Het ministerie van Arbeid heeft een eigen voorlichting. We komen heel veel met een voorlichting. En als we merken dat mensen zich niet houden na een tweede waarschuwing, dan gaan we de vergunning laten intrekken. Als het ministerie van Arbeid op stap is, dan letten wij sowieso op veiligheid in de bedrijven. Maar ook letten wij van, kijk, we hebben aangegeven dat per zoveel vierkante meter een aantal mensen mogen. Ik denk 5 vierkante meter mogen er, mag er 1 persoon of 2 personen, ik weet het nu niet uit het hoofd. Maar dan letten we ook daarop. Van zijn de, is het een gesloten ruimte, zijn de airco's aan, zijn de mensen veilig binnen of iets dergelijks. Houdt de bedrijfseigenaar zich aan de regels. Dus dat soort dingen letten we op en dan als dat niet het geval is en de veiligheid van de arbeiders ook sowieso. En ook de mensen die het bedrijf bezoeken in gevaar komen, dan zijn we bevoegd een procesverbaal op te maken. De meest opvallende zaken die we tegenkomen, zijn meer dat de bezoekers vaak hun mondkap niet op hebben of niet op de juiste wijze op hebben. We zien ook dat vele bedrijven bij de ingang geen temperatuurmeter hebben. En die markeringen laten veel te wensen over. Ze geven vaak aan dat die markeringen zijn weggeveegd dus door de tijden heen. Maar je ziet dat het er niet is, dus dat is wat meestal opvalt. Tot op dit moment, vandaag, gaan we nog vermanend optreden. Maar het gaat niet altijd zo door blijven gaan. Wanneer gaan consequenties aan verbonden worden? Wat we hebben gezien, is dat de vergunninghouders zijn gaan verslappen voor wat betreft de COVID-maatregelen. Waar men zich moet houden, waaraan zich moet houden. We zijn de hele dag ook zelf na dat de lockdown is ingegaan, dat we nog even rond controle doen om te kijken als er zaken open. Maar dat heb je ook.
je hebt vaak dat er bedrijven nog even na 7 nog iets de deuren openhouden voor het publiek, wat niet mag. Als wij nou eens echt gehoorzaam zijn aan de regels, maken wij het een heel stuk makkelijker voor de ordediensten, waaronder dus ook de arbeidsinspectie. Maar vooral voor onze frontliners. Die zijn dan geholpen als de totale samenleving zich stipt houdt aan de COVID-19-regels. In het COVID-19-journaal zullen wij deze dagen meer tijd gaan besteden aan het COVID-19-vaccin. Vandaag gaan we naar New York. Daar is een verpleegster gevaccineerd tegen het coronavirus. We zijn er nog niet, nog lang niet. De immuniteit is er nog niet, maar met deze stap komen we dichterbij. I'm ready. Thank you. Thank you, Dr. Chester. You're welcome. Oh, congratulations. So, want to make some comments? So, my message is still that of hope. The initial study was done using two doses of the vaccine. So I feel like I've completed kind of the marathon. I've closed the loop. I know that we're not out of the woods yet. We don't have that herd immunity yet, but the burden feels definitely much lighter today. And I am very, very grateful to just receive this vaccine in the first place, having this opportunity. Also having the opportunity to be on multiple platforms and just letting people know that the vaccine is safe. While also not dismissing people's hesitancy and fears, but to use the opportunity to educate them, share my experiences, and just clarifying the misconceptions that people may have. In Groot-Brittannië hebben intussen zo'n 1 miljoen mensen het vaccin toegediend gekregen. Maandag is een 82-jarige dialysepatiënt gevaccineerd. And on Monday, the UK gave the first shots of the COVID-19 vaccine from AstraZeneca and the University of Oxford to an 82-year-old kidney dialysis patient. The UK has raced ahead of France, where fewer than 400 people had gotten their initial shots as of this weekend. President Emmanuel Macron has come under fire for the slow pace of the country's rollout, which has been slowed by caution amid high levels of skepticism about the vaccine. The rollout of the vaccine in Germany is also slow going, where only 238,809 people had been immunized by Sunday morning. That's according to the latest data from the RKI Public Health Institute, the government's central biomedicine institution. That's fewer than 0.3% of the population. Now compare that with 1.3% here in the US and 1.4% in Britain, which began vaccinating several weeks earlier. Als alles goed zit, start Europa op 8 januari met het toedienen van het COVID-19-vaccin. En intussen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ook groen licht gegeven voor het gebruik van de vaccins van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech. Het is dus een kwestie van tijd dat ook Suriname begint met het toedienen van een COVID-19-vaccin. Tot die tijd is het aan ons allen gelegen, aan u en aan mij, om gehoorzaam te zijn aan de COVID-19-regels. Was regelmatig uw handen, doe een mond- en neusbedekking op, hou minimaal 1,5 meter afstand, ga niet naar feestjes, organiseer geen feestjes, wees gewoon gehoorzaam. Tot de volgende keer.